Edwin de Roy van Zuidewijn, de voormalige echtgenoot van prinses Margarita, heeft zich uitgesproken over een gespannen situatie tussen Margarita en koningin Maxima. Tijdens zijn optreden in het TV-programma Ongehoord Nieuws deed Edwin een opmerkelijke onthulling over zijn ex-vrouw en koningin Maxima. Hij vertelde dat de twee in het verleden een conflict hebben gehad. We waren op een bijeenkomst op het al aldus Edwin. In de media was er destijds veel te doen over de vader van Maxima. Ze zat bij ons aan tafel en zei met een lach en een beetje toneelspel: Het is toch werkelijk ongelooflijk wat mijn vader allemaal over zich heen krijgt in de media, wat er allemaal wordt geschreven. Margarita en ik wisselden een blik. Ik besloot niets te zeggen, maar dat was ook niet nodig, want Margarita reageerde meteen. Volgens Edwin vroeg Margarita aan Maxima hoe ze het in haar hoofd haalde om dat te zeggen. Zeker in haar bijzijn, terwijl Margarita zelf dagelijks onder vuur lag in de media. En dat in opdracht van leden van de koninklijke familie, voegde Edwin eraan toe. Maxima zou geschrokken zijn van Margarita's felle reactie. Ze schrok zich rot, zegt Edwin. Hoewel het de laatste tijd wat stiller was rond Edwin, lijkt het erop dat hij nog steeds wrok koestert. Hij beschuldigt Margarita ervan leugens te hebben verspreid tijdens hun scheidingszaak. De prinses werd verplicht om partneralimentatie te betalen, maar beweerde dat ze op bijstandsniveau leefde en daardoor niets hoefde te betalen. Edwin besloot daarop naar de rechter te stappen en eiste duizenden euro's aan maandelijkse alimentatie.